het Nederlands. 35-jarig jubileum voor Bukuti en Tara Beach Resort op Aruba. Bukuti en Tara Beach Resort is trots op haar plekje in de rijke geschiedenis van Aruba en viert haar succesverhaal als een Caribisch hotel. Wat bijna 4 decennia geleden begon als de droom van een hotelier, is volgens TripAdvisor, Condé Nast Traveler, Travel and Leisure, Forbes en het eerste gecertificeerde CO2-neutrale resort in het Caribisch gebied uitgegroeid tot een van de top 25 hotels ter wereld. In 1985, toen de olieraffinaderij Lago van Aruba werd gesloten, gingen kostbare banen verloren en gingen de leiders van het eiland op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de gemeenschap te laten bloeien. Hotelier Ewald Biemans, al een bewezen leider in de toeristische sector van het eiland, gaf gehoor aan de oproep om te investeren en was all in voor de community waar hij van hield. Het Bukuti Beach Hotel werd opgericht. Zijn maatschappelijke betrokkenheid, voortdurende herinvestering in zijn product en mensen zijn het geheim van zijn succes. Amigo Aruba. Nieuws in het Nederlands.